De nieuwe minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij, Likram Sujan, zegt dat hij in samenspraak met het personeel zal werken. Hij verwacht alle medewerking van staf en personeel, omdat de samenwerking met de verschillende sectoren en belanghebbenden een bijdrage kan leveren om verbeteringen aan te brengen. Voor het oplossen van problemen moeten de juiste keuzes worden gemaakt, zegt Sujan. Ik denk dat er aardig wat problemen zijn. We kijken naar infrastructuur, we kijken naar wetgeving, het management binnen organisaties, daar kunnen we ook als overheid ondersteunen. Dus een schala aan dingen waaraan we gaan moeten werken. Maar natuurlijk moeten we kijken naar de middelen die er zijn. En binnen die beperkingen gaan we prioriteiten moeten stellen en keuzes maken. Aldus Likram Sujan, hij is de nieuwe minister van LVV. Stuart Getrouw is de nieuwe minister van Justitie en Politie. Hij ziet het als een eer dat er een beroep op hem is gedaan deze taak te vervullen. Met zijn 24 dienstjaren binnen het Korps Politie Suriname op verschillende lagen, meent Getrouw over genoeg ervaring te beschikken om de ministerspost te bekleden. De korpsen van de brandweer en de penitentiaire ambtenaren zal hij aan een evaluatie onderwerpen om daar beleid te voeren. Wat de bewindsman als eerste zal doen naast de kennismaking is de preventie van de criminaliteit oppakken. De overdracht vindt morgen plaats. Ik ga sowieso informeren naar de beleidsmaatregelen welke nu worden uitgevoerd. Daarna volgt sowieso de kennismakingsbezoeken, ja, met de verschillende structuren, KPS, KPA. In feite is het de eerste twee weken, drie weken, het veldwerk. Ja. Natuurlijk zal ik vanuit mijn zijde, ook met de korpsleiding, ja, bepaalde zaken blijven monitoren. De preventie van die strafbare feiten heet hangijzer. We gaan er extra aandacht aan verbinden sowieso. De zware criminaliteit. Heeft ook mijn extra aandacht. De verkeerscriminaliteit, daar gaan wij niet aan voorbij. Al bij al wil ik aangeven dat veiligheid niet een zaak alleen is van justitie en politie. Het is van een ieder. Ook u, ja, moet zorgen voor uw eigen veiligheid. En wij zullen dan zorgen voor de handhaving. Dus de samenleving roep ik nu al op om een bijdrage te leveren. Ja, om toch tot een veiliger Suriname te geraken. Stuart Getrouw, hij is de nieuwe minister van Justitie en Politie. Hij sprak vanmorgen na zijn beëdiging tot minister. De beëdiging vond plaats in het presidentieel paleis.